Filmbar is leuk dat jullie kijken naar een nieuwe hashtag filmreview. En we beginnen gelijk met het stemmen voor de film van volgende week. Want moet ik volgende week Tarzan of The Purge of Renesse reviewen? Klik dan op die infocard hierboven en stemmen. En dan beginnen we nu met een film waar we 13 jaar op moesten wachten. En hij kostte $200 miljoen. Namelijk Finding Dory. Ik denk dat de films van deze zomer toch wel Finding Dory en The Conjuring 2 zijn. Plus Secret Life of Pets, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Films waar ik totaal niet naar uitkijk. Nou, eigenlijk wel, omdat ik denk dat die gewoon super slecht is. Renesse, die wil ik gewoon zien. Ik denk gewoon dat die heel slecht is, maar ik wil het dan gewoon zien. Anyway, nu Finding Dory. En wat ik heel erg leuk vind, is dat voordat je naar Finding Dory kijkt, dat je eerst een kort verhaaltje krijgt en dat heet Piper. Dat gaat over een vogeltje dat bang is voor de zee. Maar hij moet wel richting de zee, want daar ligt zijn eten. En ja, er wordt nul in gesproken en het is zo goed. Kippenvel krijg je ervan en vervolgens mag je daarna Finding Dory zien. Dus super vet opgebouwd. En een goed begin is het halve werk. Waarom ik denk dat Finding Dory gewoon een rete succes is, omdat het zo simpel is. Het verhaal is duidelijk. Finding Dory is haar familie kwijt. Het probleem, ik kan me niet voorstellen hoe erg jouw ruzie misschien ook is met familie, dat jij niet zonder familie kan de rest van je leven. Iedereen begrijpt dat, iedereen voelt dat. Oftewel, je snapt het verhaal en je gaat mee in het avontuur van Dory. En gooi daarnaast allerlei gekke figuren en hele felle kleuren bij, waardoor kinderen het ook helemaal fantastisch vinden. En je hebt in principe de basis voor een film. Waarom ze hier dan 13 jaar over moesten doen, dat vraag ik me dan weer af. En overigens vind ik Finding Dory wel echt een heel apart figuur. Het is wel echt gewoon, oh jeetje, dat vind ik leuk en ik ga er meteen op af. En in haar geval lukt alles ook gewoon. En dat is natuurlijk wel een heel positief scenario. Maar goed, het is een animatiefilm, dus je gaat er in principe gewoon lekker volledig in mee. Maar het is wel de ideale wereld. En wij leven niet in de ideale wereld, maar daarvoor gaan we naar de film om te denken dat er een ideale wereld is. Is niet normaal. Twee karakters die niet heel veel in de film voorkomen, maar echt knijterleuk zijn en waarvan ik hoop dat ze toch gewoon een film krijgen. Dat is de kleine Dory, die door Sloane Murray wordt ingesproken. Dat is een heel klein meisje dat ook haar allereerste stemmetje insprak, dus voor Finding Dory. Hoi there! Do you want to play hide and seek? Okay. We'll hide and you count and come find us. Okay, Daddy. No, no, not Daddy. I'm the nice fish who wants to be your friend. Okay? Okay, Daddy. En de gekke zeehond en die heette, hoe heet die? Gerald the Sea Lion. Echt, oh man, ik ging helemaal stuk. Don't you worry. Don't you worry about a thing. Ik vind hem een beetje op Jesper lijken. Ja, hij is er nu niet, maar ja. Dit soort films met een duidelijk probleem en een goed volgbaar verhaal. 4,5 ster. En waarom geen 5 dan, Noah? Want het is toch geweldig? Nou, ik werd helemaal gek van Finding Dory's stem en het feit dat ze constant alles vergat. Echt waar, als je met iemand in een conversatie zit en diegene die dwaalt heel erg af en je moet dan constant opnieuw vertellen waar we het over hebben. Oh man. Man. Ik word er zo gek van. Heb je Finding Dory gezien? Laat dan weten wat jij heel erg leuk vond aan deze film of juist helemaal niet. En anders, laat jouw favoriete animatiefilm achter in de reacties. En vergeet natuurlijk niet te stemmen op welke film ik volgende week moet reviewen op die poll dus daarboven. En wil je nou de allerleukste filmweetjes en filmquotes volgen of lezen of daarvan op de hoogte blijven? Volg me dan op Instagram, De Filmfabriek. En dan check je gewoon bij een nieuwe video volgende week vrijdag op De Filmfabriek. Later!